De betoging was verboden, maar de politie liet begaan. De betoging verliep rustig, maar na afloop waren er toch enkele heethoofden die hun woede koelden op auto's en winkelruiten. De betoging was ook bedoeld als oproep naar de politici. Zoals ik vorige week al heb gezegd, is dit gewoon schuldig verzuim. Als je ziet wat er gaande is in Palestina en geen enkele toppoliticus of verantwoordelijke hier in België, Vlaanderen, Wallonië zich daartegen duidelijk uitspreekt, dat is gewoon een schande voor de politiek. Ook in Parijs, in Frankrijk, hebben duizenden pro-Palestijnen betoogd. Net als in Brussel was de manifestatie verboden. De politie probeert om de betogers uit elkaar te drijven met traangas. Het kwam tot rellen die urenlang duurden.